Goedemorgen, vandaag is het dinsdag. Ik heb zometeen een afspraak op mijn stage school, of de school waar ik werk, voor het bespreken van wat mijn onderwerp wordt van mijn afstudeeronderzoek. En daarnaast heb ik een bespreking met mijn praktijkbegeleider. Ik hoop daarna nog eventjes tijd te hebben om naar een opticien te rijden om te kijken of ik eventjes een bril kan laten afstellen. Dat zal op eigen risico zijn. Maar ik heb geen tijd om helemaal naar Amsterdam te gaan om mijn bril af te laten stellen. Ik neem jullie mee en ik ga kijken wat ik in de tussentijd voor jullie kan filmen. Nou, dat was een heel erg vruchtbaar ochtendje. Ik ben dus naar mijn stageschool geweest, de school waar ik werk, voor het bespreken van een onderwerp voor mijn afstudeeronderzoek. En ik heb nu een aantal opties. Die moet ik naar in Holland sturen en dan gaan zij mij helpen met het kiezen. Ja, uiteindelijk bepaalt in Holland dus of ik een van die onderwerpen wel of niet mag doen. En daarna ben ik eventjes naar Brilservice geweest. Want Dick Montuur komt bij Brilservice vandaan. En ik dacht, ik ga er eventjes langs en eventjes kijken of zij mij misschien kunnen helpen met het montuur wat ik heb gekocht bij Paulette. Omdat Paulette in Amsterdam zit en ik niet elke dag in Amsterdam kom, wilde ik eventjes zeker weten dat de sterkte die in de glazen zitten, dat die op de juiste plek ingesleept zitten. Nou, we hebben eventjes de bril afgesteld zoals dat die zou moeten zitten op het moment dat ik door het juiste punt van het glas heen kijk. En je kan je voorstellen dat ik daar niet echt gelukkig van word. Want dan komt die bril veel te hoog boven mijn wenkbrauw uit, wat ik ontzettend lelijk vind. Dan kijkt hij wel prima, maar ziet hier niet uit. Zo ga ik hem dus niet dragen. Dus ik ga eventjes contact opnemen met Paulette van hoe we dat gaan oplossen. Want op deze manier heb ik dus niks aan de bril, want dan ga ik hem nooit dragen. Want je wilt natuurlijk wel een bril op de manier dat hij lekker zit en dat hij ook mooi staat. Niet alleen maar omdat hij lekker kijkt. Dus ik ga eerst even een berichtje sturen naar Paulette om te kijken hoe zij daarmee omgaan. Het is namelijk zo dat wanneer je een bril koopt bij Paulette, dat je alleen maar kan aangeven wat je sterkte is en wat de afstand tussen je ogen is. Nou, die afstand tussen mijn ogen, die zit wel oké. Die heb ik onlangs nog laten afmeten. Alleen, het wordt niet afgemeten op het montuur. Nou komt die bril helemaal uit Azië ergens. Volgens mij wordt die daar geassembleerd. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe ze dat is gaan oplossen. En daar hou ik jullie natuurlijk over op de hoogte. Het andere montuur ga ik zelf de glazen in slijpen. Dus dat komt wel goed. En op zich is het ook zo, die glazen kosten maar 16 euro. Dus het is niet dat het heel veel geld is of zo. Maar het is een principe kwestie. Op het moment dat jij mij iets verkoopt waarvan je zegt van dat is goed, moet ook goed zijn. Wat ik nu ga doen, ik ga eventjes lunchen. Dat heb ik nog niet gedaan. En dan ga ik wat dingetjes voor school doen. En ik wil graag een tekenvideo gaan opnemen, want dat heb ik alweer eventjes niet gedaan. En ik zit eraan te denken om Jo-Jan te gaan tekenen van Jo-Jan Vlogt. Ik volg haar al een aantal jaar. En zij is onlangs ten huwelijk gevraagd. En dat vind ik toch wel heel erg romantisch. En het lijkt me dan leuk om iets voor haar te maken. En misschien stuur ik de tekening dan ook wel naar haar op. En daarnaast wil ik ook wel, heb ik nog een andere YouTuber in mijn hoofd die ik zou willen tekenen. Maar die wil ik eigenlijk als koppel tekenen, samen met haar vriend. Die doet nu ook wel YouTube, maar eigenlijk meer voor erbij. Maar moet ik eventjes over nadenken. Dus dat zijn in ieder geval de dingen die ik in mijn hoofd heb. En misschien dat ik nog een andere video ga opnemen, maar het is een beetje afhankelijk van hoeveel tijd ik nog heb. Ik moet in ieder geval lessen gaan voorbereiden. Dat is vooral belangrijk, want ik heb morgen weer 4 lessen. En ik moet mijn persoonlijk ontwikkelingsplan nog gaan aanpassen. Een heleboel dingen die ik dus moet doen. En vorige week was het een hele productieve dag, de dinsdag. Dus we gaan hopen dat dat vandaag ook zo is. Had ik speciaal voor Elfie een heel mooi kleedje meegenomen. Ligt meedelen erop. Ja, ik heb het over jou. En Elfie... ligt op de bank naast een kleedje. Want ja, waarom zou je op een kleedje gaan liggen, hè? Elfie. En nou is het wel schoon, hoor. Hallo.
snapt die beesten niet, hè. Ik heb net eventjes een beetje zitten brainstormen met Chris. Chris is... Ja, wat is Chris? Chris, wat ben je? Moet je me een keertje uitleggen. Hij is redacteur van De Bassist. Een tijdschrift over bassisten en basgitaren. En daarnaast doet hij ook van alles voor het complex. Dat is een jeugdhonk hier in Ereguard. En hij is hobbyfotograaf. En ik heb een keertje gezegd dat ik wel weer een keertje foto's zou willen. En meestal maak ik mijn foto's zelf. Maar ik zou het ook wel een keertje leuk vinden als iemand anders foto's maakt. Alleen ik weet nog niet wat. Dus we zaten een beetje te brainstormen. Dus daar ga ik binnenkort eventjes iets van een moodboard voor maken. Misschien leuk om daar ook een keertje een video van te maken. Ik heb net dus eventjes zitten tekenen voor een tekenvideo. Ik heb geprobeerd om Jo-Jan van Jo-Jan Vlog te tekenen. En het is niet helemaal zo gegaan als ik had gehoopt. Natuurlijk maak ik weer een potje van op het eind. Maar goed, ik heb mijn best gedaan. In de video zal ik ook wel weer vertellen waarom dat ik Jo-Jan heb getekend en wat ik zo leuk vind aan haar kanaal. Zij is dus ook iemand die tekenvideo's maakt en dergelijke. Dus als je haar kanaal nog niet kent, ik zal de link in de beschrijving zetten. Ik ga nu nog iets voor school doen, want ik moet morgen natuurlijk lesgeven. En moet nog eventjes wat lesjes voorbereiden. En misschien dat ik nog iets ga doen van een video opnemen of iets dergelijks. Maar moet ik even kijken of ik daar nog zin in heb. Ik ben een beetje moe. Ik denk dat ik iets te weinig heb gedronken vandaag, dus dat ga ik eerst even doen. Vandaag een kort vlogje, denk ik. Ik heb een video opgenomen. Ik heb een vlogje geëdit, klaarstaan. Ik heb wat voorbereidingen voor school gedaan. Ik heb me aangemeld voor mijn afstudeeronderzoek. Daar zal ik misschien, als ik daar tijd voor heb, morgen iets over vertellen. Want dat heeft nog wel wat stress opgeleverd. En verder heb ik nog wat dingetjes voorbereid voor morgen. Zodat ik dat klaar heb zitten. Ik twijfel alleen of ik dat nou wat moet doormailen of niet. Maar goed, ik ben morgen gewoon op school. Ik moet vier lessen weer draaien. Ga ik over het algemeen voor een groot deel gewoon draaien vanuit de voorbereidingen die ik al had. Die heb ik een klein beetje aangepast. En dan heb ik morgen ook weer opleiding in de school op Lis. Ik ga bij deze de vlog afsluiten. Ik ga het padje inkorten. Ik hoop dat je het filmpje leuk vond. Geef het dan een duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren. En dan zie ik je morgen weer. Doei!